Yes, we zijn er weer, luisteraars. Welkom allemaal bij een splinternieuwe aflevering van Klasse de Podcast. We zijn hier nog steeds met mijn bro, Mahomeski. Marvin Leter. Yes. Edson Spanjesberg, daar is die. En Michiel Tang is ook nog steeds aanwezig. Hey, Michiel, ik wil even een This or That met je spelen. Yes. Ik geef jou twee opties en dan mag jij kiezen. Bier of wijn? Bier. Winter of zomer? Zomer. Bestuurder of bijrijder? Bestuurder. Ja, dat moet ook wel bij jouw functie, zeg maar. Mooi, zit de gebarennamen. Muziek. Is dat nog steeds stiekem aan? Ja. Ja. Ja, lekker man. Zie je, het blijft een lekker nummertje. ben jij bestuurder natuurlijk. Videoland of Netflix? Netflix. Netflix. Curry of ketchup? Ketchup. Praten of luisteren? Het was al luisteren, maar ik betrap het erop dat praten ook wel lekker vind. Praten is toch ook wel nice, ja, hè? Ja. Of niet net te vragen, hè? vrienden of familie? Oeh. Ja, die is lastig, hè? Is lastig, ja. Ja. Je mag niet midden gaan zitten. Nee. Je moet een keuze maken. Ja, dat wordt toch familie. Ja? Ja. Foto of video? Video. Video. Oh, interessant. Ja. En vader of directeur? Vader. Ja? Ja? Zeker. Ja? Ja? Zeker, ja. Wat voor vader ben jij? Ja, ik ben een lieve vader en ik heb twee dochters, dus dat beschermingsgevoel komt ook wel sterk naar voren. Ik moet zeggen, als ze eenmaal 15 worden, dan kijk, dan kijk ik ook niet naar uit. En dan moet je van Ed gaan vragen dadelijk. Ja, ja, die is 19. Die is 19, dus... Nee, is hartstikke leuk, joh. Ik ben echt gek op die meiden en daar doe je alles voor. Ja, want ze 3 maanden en... 3 maanden en 3,5. Ja, ja, dus bijna naar de basisschool. Precies, die gaat over een halfjaartje naar de basisschool. Leuk. Er wordt wel wat, want het is elke ochtend huilen bij de kinderopvang, dus die blijft liever bij ons. Ja, mijn vrouw zegt altijd, het zijn fases. Zegt ja, ja. Het zijn fases. Sprongetje. Ja? Ja, sprongetje. Toch Ed? Ja, ja. Wat voor vader ben jij nou eigenlijk? Ze is nu 19. Ja. Hoe zou je jezelf omschrijven? Betrokken, lief, streng maar rechtvaardig? Ja, streng maar rechtvaardig, denk ik. En ja, weet je, als ze 19 zijn, gaan ze ook een beetje de eigen gangetje. Ja. Maar je ook een beetje terugkijkt nog eventjes. Een beetje terugkijkt. Een stukje reflectie. Ja, misschien of soms wel eens een beetje te kort door de bocht. Misschien wel een beetje te streng af en toe. Een beetje te zwart-wit. Ja, misschien wel. Ja. Dan was mijn dochter ook niet altijd de makkelijkste. En niet dat ze, dus die had altijd een beetje moeite om in groepen te functioneren. Sociaal was dat wel een dingetje. En dat gaat nu gelukkig goed. Maar dat was altijd een... Ja, wel eens lastig. Hoe ga je daarmee om? Ja. En dat is... Want er zijn wel boeken over geschreven, maar ieder kind is natuurlijk anders. Kan je training hebben we gedaan met die heb ik toevallig aanstaande dinsdag op het programma staan. Ja, dat is wel leuk hoor. Ja, zeker. Ja, wel confronterend. Ook ja. Wat is het ook weer zo'n kan je training? Ja, vooral voor kinderen was dat dan... Met die petten, met gekleurde petten. Dan zijn we de rode pet, witte pet, zwarte pet. En gele? Ja, en de gele geloof ik. En ja. Als je dus, de zwarte pet op hebt, dan ben je zeg maar de perskop. Dus die kleur staat voor een bepaald gedrag. Ja. En, ja, dus de kinderen worden een beetje geconfronteerd met hun gedrag, met hun rol. Precies, ja. Dat je de benzine op gaat gooien, dan ga je een beetje stoken en dan ga je het aanwakkeren en dergelijke. Ja, dat. Ja. Dus dat was... Morf is het, die is zelfs C. Ik moet mijn been nog halen, maar Marvin die gaat voor, die is kan je trainer C hoor. Ja, we afgestudeerd hè. Ja, jij bent echt een legend. Sukkel. Ik maak het altijd zo awkward, jongen. Helemaal, man. I love you, weet je toch? Nee, maar ik vond dat wel wel heel interessant, moet ik zeggen. En hoe heb je dat gevolgd? Via school of particulier? Of, Particulier. Ja, mijn dochter was eigenlijk wat te jong om dat te volgen. Mm-hmm. Maar omdat ze redelijk goed onder woorden kon brengen, zelf ook toen. Ja, tegen welke moeilijkheden ze aanliep, hadden ze iets van, volgens mij kan je ook wel meedoen met die kanjetraining. En toen moesten we ieder weekend, volgens mij in Vlaardingen was dat, in een groepje met ouders en de kinderen en dan deed je die training. En heb je echt wat aan gehad? In de loop der jaren zie je wel gewoon dat kinderen wel een beetje wijzer worden en veranderen. En je ziet ook wel dat, en dat zien jullie misschien in het onderwijs ook wel. En dan, misschien vindt mijn dochter het niet helemaal leuk dat ik het nu ga vertellen. Maar
ja, als kinderen eenmaal een stempeltje hebben, hè, van je bent een beetje vervelend of dominant, of mijn dochter had ook nog een beetje het, ja, ik noem het wel het nadeel, mijn dochter is vrij, nou je kent hè, ja. Groot. Ja. Hè, dus mijn dochter is eigenlijk qua kalenderleeftijd altijd de jongste in de klas zo'n beetje, maar altijd een kop groter, ja, dan de rest. Grootste, ja. Dus die kreeg ook heel vaak te horen van, ja, maar jij bent de grootste, dus jij moet maar, hè, jij moet je maar een voorbeeld geven of gedragen, terwijl ze eigenlijk de jongste was. Dat is een beetje op de tenen lopen. Ja, ja, nou ja, de tenen lopen, ze werd altijd een beetje afgerekend op haar, ja, op haar voorkomen. Ja. En dan ja. was ze ook nog best wel in een sociale, in een groep, was ze ook best wel dominant. Ja, als ze bijvoorbeeld schooltje speelde, mijn dochter was altijd de juf, die was nooit nooit de leerling. Nee. Dat was een beetje de rol die... En als iemand anders het anders wilde, dan had je een probleem. Nou ja, dat was probleem wel, met de juf. Ja, probleem met de juf. En ja, dat is best wel lastig. Maar ook als ouder is dat best wel lastig. Ook hoe ga je daarmee om? Wat is de, wat is de juiste strategie om daarmee om te gaan? Ja, en volgens mij heb ik de juiste strategie nog steeds niet helemaal gevonden. Nee. En ja, goed, nu is ze 19. Ja, dan gaan ze een beetje de eigen leven leiden. Kijk, als ze klein zijn, dan vind je het wel spannend om de poort van de tuin open te zetten. Van, ga maar op het pleintje spelen. Ja. Ja, en nu stappen ze in de auto en zeggen ze, ga naar beneden, doei. Pa, mag je wagen lenen? Bijvoorbeeld. Die dikke Volvo. Kleinste modellen. Helemaal niet. Ja, dus, maar dat is, dus ja, wat voor vader, ja. Weet je, kijk, vorige week was ze jarig, dan ga je samen een keertje uit eten en je krijgt andere dingen. Het is wel leuk ook, toch? Ja, het is wel leuk ook. Ja. Een beetje volwassen relatie. Ja, we krijgen een beetje andere gesprekken. En, ja. Dus dat is mooi. Dat verandert. Ja, wel tof dat je daar zo open en eerlijk over praat. Ja. Ja. Nou, mooi van jou, niet te vragen wat voor vader jij bent, toch? Ja, wat voor vader ben ik dan? Liefkozend, bezorgd, leergierig, enthousiast, liefhebbend. Ja, voor mij is dat wel... Toch of zit ik ernaast? Nee, toch? Nee. Ja? Ja, ik ben veel te zacht als vader, man. Ja. Ja. Ik zie een traantje ook komen, volgens mij. Ja, nee, ik ben inderdaad veel te zacht als vader. Okay, zijn dochter is echt zijn alles. Ja. Dus zou je zeggen, dat geldt voor iedereen. Hè? Zou je nou zeggen, maar Marv is echt... Ik word gewoon even emotioneel van de band. Zo, wow. Nee, ik vind het echt super. Ik ga goed op haar. Ja. En ik krijg goede energie van haar. En ik ben inderdaad wel, sinds ik vader ben geworden... Dat durf ik echt te zeggen dat ik als persoon ben veranderd. Nee, zij is echt belangrijk voor mij. Ja, heel mooi. Ja. Mooi. Ja. Doe je goed. Ja. Complimenten. Ja, dankjewel. Ja, nice. Ja. Niet meer doen dit, hè. Nee, je zit hier wel met Daddy Yankees aan tafel. Ja, ja. Maar wat voor vader ben jij? Wat voor vader ben ik? Ik, enthousiast, lief. Ondernemend. Ondernemend inderdaad, ja. Soms streng, maar wel rechtvaardig. En vooral wat ik ze probeer mee te geven is dat ze echt zichzelf mogen zijn. Vertrouwen in jezelf moeten en kunnen hebben. Ik heb twee wat gevoelige kindjes, zeg maar. Eentje, mijn oudste, is een sloopkogel, zeg maar. Maar ondertussen super soft. En mijn dochtertje, ja, die is gewoon heel lief en onzeker en twijfelt aan alles en nog wat. En die moet juist een beetje, kom op, weet je, je kan het. Weet je, als het de eerste keer niet lukt, dan lukt het wel de tweede keer. Ne? Geloof in jezelf. Weet je, zo ben ik met ze aan de slag aan het gaan. En geeft heel veel voldoening. En doe ik niet alleen, doe ik met Michelle ook hoor. Tenminste, zij doet dat ook hetzelfde. Niet dat ik tegen haar zeg van, kom op, je kan het. Nee, leuk. Het is heel waardevol. En soms ook wel zwaar. Ja. Ook wel, vooral, je hebt nu van 3 maandjes, ja, dat zijn die nachtjes, de voeding en dergelijke. En precies. Die worden ze langzaam ouder en dan zijn ze gisteren op schoolreisje geweest, weet je. En dan zitten ze in die bus verstopt en dan komen ze eruit. En dan, dat is toch wel heel mooi. En ze sporten tegenwoordig ook, weet je. Dus dat, heel waardevol. Ik vind dat ik nooit verwacht dat ik zo in het leven zou staan, dat ik dit me zoveel zou brengen, zeg maar. Ja. Dat is wel, Het verandert je gewoon als mens zijn. Ja, is het gewoon echt. En je doet er daadwerkelijk echt alles voor je. Je zegt altijd wel gekscherend, alles voor de kids. Maar ja, dat is... Zo is het ook, ja. Ik denk dat iedereen op haar of zijn manier dat ook... Ja, moet je opa worden. Ja! Zo! Hey, bompa. Wat gebeurt er? Ja. Nou, mijn oudste stiefdochter heeft 2 kleintjes. Eén van 4 en eentje van 2. Ja, dan...
gaan ook alle clichés gewoon tellen. Dan hoor je ook, ja. Gooi er eens in. Ja, dan kan je ook al huilen als ze zeggen, als ze op schoolreisje gaan. Of als ze gaan ze in die bus. Ja, en ben je zo emo? Ja. Ik heb jou nog nooit zien huilen. Nou, dan moet je gewoon, ja. Dat raak je dan. Mijn tranen zitten vrij aan de oppervlakte dan. Er is een filmpje van. Dat heb ik Lina, die moest dan 4 worden. Ja. En die had ik op schoot zitten. En toen zat ik gewoon een beetje met het een beetje te stoeien. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment zei ik, ga je bijna naar school, hè? Maar ik heb iedere laatste vrijdag van de maand, was altijd mijn oppasdag. Ja. Dus had ik altijd een dag met leuk. Superleuk, ja. Dus toen zat ik een beetje met het te babbelen van, ga je bijna naar school. En dan ga ik je wel een beetje missen. Zo. Kijk, dus heeft de survierde zusje, die heb ik dan... ga ik je wel een beetje missen. Ja, voordat ik het wist, zat ik ineens te huilen. Ja. Dus toen zat zij maar zo aan te kijken van, opa, ik ruik tranen. Ik zei, dat zijn dus klopt. Waarom huil je? Ik zeg, omdat ik jou dadelijk ga missen. Wow, dat is ook weer een hele andere dimensie. Ja. Ja, dat is echt, je hebt een samengesteld gezin. Dat klopt, dus. Ja. En hoeveel kinderen? In totaal? Ja. Nou, ik heb 1 dochter. 18. Ben, die heb jij. Ja. Ja. Alleen je weet het niet. Ja. Ik heb zelf 1 dochter, die is 19. En mijn vriendin die heeft 3 kinderen. Een tweeling en een dochter. Dus vier kinderen in totaal. Ja. En dan ook nog 2 kleintjes. Ja. En nog wat aanhang. En dus dan is het druk. Dan heb je een rijke familie inderdaad. Ja, heerlijk. Opa Edson! Ja. Opa Edson! Ja. Jongen, maar dat is heel gek. Maar ik draag de titel met heel veel trots. Ja, je hoort ook dat het eigenlijk leuker is. Hè? Want je bent een leuke opa. En je hoeft, als ouder moet je af en toe een beetje streng zijn. Ja. Ja. Ook al vind ik het ook lastig. Als opa ben je natuurlijk altijd favoriet. En is alles goed. Opa en oma, alles. Ik merk het bij mijn ouders. Ik kijk ze soms echt aan van, serieus? Ja. Jullie menen dit? Dus mijn ouders waren super streng naar ons. En inderdaad riep mijn dochtertje met een hele zak snoep. En dan keek ik ze aan van, waar komt dit vandaan? Want ik kan me niet herinneren dat ik ooit snoep in mijn leven heb gekregen. En alles vinden ze prima bij haar. Is echt verschrikkelijk voor mij. Ja, maar je bent er ook gewoon veel voorzichtiger mee. Ja. Kijk, als mijn eigen dochter op de glijbaan klom in de speeltuin, dacht ik, prima. Ga lekker van die... Maar als die kleintjes op de glijbaan klimmen, dan denk ik, daar ga ik even bij staan. Want als ze misstappen, dan vallen ze. En denk ik, pas op. Glijd erachteraan. Ja, bijna wel. Gelukkig ja. Ja. Dus je wil ze wel weer zeg maar, heel afleveren. Ja. Super dus het, mooi. Ja, het verandert echt, maar het is echt wel rijkdom. Leuk. Nou, hè? Genoeg emo hier. Ja, jij jongen. Echt. Nee, ik vind het wel mooi om over te praten. En ik ben altijd heel nieuwsgierig als mensen dit dan beluisteren, wat ze dan denken. Ja. Daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar hoe dat dan, of mensen zich hierin herkennen. Of jij zoiets van, nee, dat heb ik helemaal totaal niet. Wat zit er een stelletje poesjes, joh? Er zijn genoeg ouders die heel graag naar het werk gaan, toch? En denken van, dat is mijn ding. En, ja. Niet, klinkt heel negatief, want kinderen zijn ook komen erbij. Nee, maar... Dat is echt een eigen leven willen. Ja, maar ik kom op werk en ik wil zo snel mogelijk weer naar huis. Want ik wil mijn dochter zien. Ja, dat is het eigenlijk. Dus ik werk echt voor dat eigenlijk. En hoe is dat met jullie? Jullie hebben natuurlijk kinderen ook met leerlingen. Want met leerlingen ben je toch wel... Mooie brug, Michiel. Hele mooie brug. Af de consequenties. Nou is je ook directeur. Ja. Kijk, zie je? Nee, sorry. Nou, als een collega. Ik was toen teamleider op Hoogvliet. Een goede collega waar ik privé mee omga, die zei... Daar gingen wij een hapje eten met ons gezin. En die zegt echt serieus, mijn dochter vroeg geloof ik om een soepstengel. Ik zei nee, dat kan dat nu niet, we gaan zo eten. Zij zei, mag ik een soepstengel? Ik zei, ja is goed, hier heb je een soepstengel. Dus zei ze, serieus? Ik zei, op school ben jij zo consequent, ben je zo streng. Ja, precies. Maar met je eigen kinderen, dat. Zo soft. Dat moet ook mijn vrouw, hè? Ja, precies. Ja. Ik ben precies hetzelfde inderdaad. Totaal niet consequent aan mijn dochter. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik sinds ik vader ben geworden, dat ik... voordat ik vader werd en ik had een conflict met de leerling, ging ik echt de strijd aan. En vergat ik dus dat ik in mijn rol als docent zijn, dus dat wilde ik gewoon het winnen van een leerling. Nu ga ik wel dezelfde strijd aan, maar het is altijd met een doel. Ik doe nu rustig, maar ik wil je echt iets meegeven, omdat ik nu meer het kind zie in plaats van de leerling. Ja, je kijkt dan weer achter. Ja, precies dat. Dat komt meer echt, denk ik, door dat sinds ik vader ben geworden. Ja, denk ik ook. Ja. Ik ken het wel, ja. Ja. Dus,
Dat is wel mooi. Ben je nog foto's aan het maken? Ja, tuurlijk joh. Zo. Voor onze socials. Ah, vergeet je. Ja. Wat is dit nou weer? Nee, maar over leerlingen gesproken, want daar heb ik dan, ik weet dat Marcel ook heeft, om afscheid te nemen van leerlingen, zeg maar. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een, ja, misschien wel bijzonder leuke groep, zeg maar. Echt allebei een hele leuke mentorklas. Echt een hele leuke groep ervan gemaakt. Daar gaan we over anderhalf week gaan we dan zelf nog een keertje extra nog een keertje mee eten. De dag daarna is de diploma-uitreiking. Nou, daar zit ik wel tegenop hoor. Jij hebt er moeite mee? Ja, ik heb daar heel veel moeite mee. Ik vind het echt heel lastig, want ik heb iets opgebouwd, zeg maar, met ze. En echt mensen, ja. Ja, en we hebben een bepaalde band opgebouwd die niet alleen... Dus, dat klinkt een beetje gek, maar je bent natuurlijk je docent, hè, je hebt leerlingen, maar ook ik wil ze graag als mens iets meegeven. Dat is wat ik mezelf altijd vertel, want ik wil ze ook iets meegeven waar ze mee kunnen, ook in deze maatschappij, waar ze later misschien naar terug kunnen denken, of van, oh weet je, ja, dat hebben we van die kale geleerd, weet je nog, dat is waar, ja. En dan nu gaan ze een soort van weg. Ja, dat vind ik lastig. Dat vind ik echt, en ik merk ook aan hun dat ook heel lastig vinden. Niet allemaal natuurlijk, hè. Het kan niet zo zijn dat je een groep van 20 dat ze allemaal daar staan te huilen of iets dergelijks, maar ja, ik vind dat wel... Je zou het eigenlijk met alle leerlingen zo willen, hè? Dat je zo betrokken docent, nou, ja. Ook persoonlijk betrokken, dat mag best een beetje volgens mij, dat net ook over. Ja. Maar op het VMBO zie je dat vooral heel vaak. Ja. Ja. Ja, dat echt een, ja, dat is hecht aan een docent, maar ook andersom. Ja. Mm-hmm. Ja, maar jij toch ook, zeg ik dat goed? Ja. Ik heb het minder dan jij hoor. Ja, wel iets, maar jij vindt afscheid nemen ook heel lastig. Ik vind elk jaar afscheid nemen lastig, maar ik heb wel geleerd dat het erbij hoort. Ja. En dat ik gewoon denk van oké, na die diploma uitreiking is het afgesloten. Ja. Want dan komt de volgende lichting. En dat heb ik wel geleerd van een hele goede collega van mij, Chris Putter. En Hans van der Zwan. Mm-hmm. Zij gaan door, wij blijven zitten. Ja. Snap je? En die kinderen worden ook maar steeds jonger en jonger. Ze blijven dezelfde leeftijd en wij worden ouder. Ja. Snap je? En in elke richting moeten we gewoon alles geven. Dus ik heb niet het gevoel van dat ik het heel lastig vind om afscheid van ze te nemen. En dat het mij echt daadwerkelijk emotioneel gaat raken. Maar ik vind het gewoon een mooie periode die ik afsluitpunt. En dan gaan we met de volgende richting verder. Niet de nadelen van die kids. Want ik heb mooie dingen met ze meegemaakt. En ze hebben me echt ook weer dingen geleerd en ze hebben mij geraakt. Maar dat hoort erbij, man. Twee jaar. Nee, dat is ook wel zo. Maar heb je bij jullie doelgroep, hoe zeg je dat? Dat misschien niet zoiets van, nou ja, ik moet ze nu loslaten en ik hoop maar dat het goed blijft gaan. Het komt sowieso. Is dat misschien het iets komt dat je... eigenlijk altijd goed. Maar het is gewoon, het ligt ook aan mijn persoon. Ik ben natuurlijk ook een beetje gevoelig, om het zo te zeggen. Het ligt ook aan de persoon die ik ben en wat ik van ze vraag, wat ik ze mee wil geven. Het ligt ook aan mij. En, mag ik vertellen wat we gisteren hadden in de mediatheek? Ik weet niet of ik dat mag vertellen, met de voorbereiding, zonder dat ik het belachelijk maak. PowerPoint. Tuurlijk. Want dat merk ik wel aan jou, van dat je dus moeite hebt om afscheid van ze te nemen. We hebben een diploma-uitreiking, hebben we 5 juli, volgens mij. En hij wil echt uitgebreid aandacht geven aan elke leerling. En daar echt zijn tijd voor nemen. Een praatje of zo. En inderdaad een praatje. En ik kijk er nu anders naar, van nee, ik wil dat allemaal gedekt hebben in een half uur, want het moet voor alle ouders moet het leuk zijn, het moet ook voor mij leuk zijn, want ik wil niet 3 kwartier, 50 minuten daar staan en met de eindreceptie, dan neem ik wel echt persoonlijk afscheid van ze. En bij hem merk ik wel inderdaad van dat hij het heel moeilijk vindt om het los te laten, want hij wil echt uitgebreid afscheid nemen van die kinderen. En dat vind ik nog wel mooi, en dat had ik ook in het begin, van ik wil echt uitgebreid afscheid nemen van die kinderen. En nu zie ik dit gewoon, wat ik tegen zei, zie ik als een fase, maar ik denk dat op een gegeven moment... Want dit is een van de eerste keren dat je zo'n mentorklas hebt, toch? Ja, ja, tenminste op de Oude Maas wel. Op de Oude Maas denk ik wel inderdaad. Ik denk dat op een gegeven moment als je dat ook meer makkelijker en sneller een plek gaat. Het is dan geven, Ben, wil je nog iets aan ze meegeven of zo? Is dat dan wat het is? Of nee, ja, ik heb laten weten dat het zo fijn was met elkaar. Nou ja, precies. Dat het niet vanzelfsprekend is tot dit zo gegroeid is met elkaar, zeg maar. Dat het best wel uniek is. Ja. Ja, precies. Dat we daar ook wel stil bij mogen staan. Ja. En dat op deze leeftijd besef je dat nog niet. Nee. Maar dat komt later nog wel, zeg maar. Dus ja, merk je dat bepaalde mensen op school belangrijk voor zijn. Nou ja, komen leerlingen vaak terug bij jullie? Heel vaak. Ja. Heel vaak. Ja. Ja. Dat is eigenlijk ook indirect complimenten. Ja, 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 zeker. Ja. 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 Maar ook met, jij was helaas niet bij met Euro Disney, dan trekken die leerlingen inderdaad met ons op. Er willen ze met ons de attracties in, noem het maar op. Foto's. Dat. Ik kan me nog herinneren dat ik naar Parijs ging. Ik wilde echt niet in de buurt van de docent zijn. Oh ja, dag. Als er iets tegenkomen, gingen ze... Ja, toch. Ja, je herkende ze ook niet zogenaamd niet in Parijs, toch? Ja. Hey, meneer van der Zorg, ik weet niet wie die man is, hoor. Ik loop gewoon lekker door. Ja, precies. En dat hebben die kinderen niet. Nee, maar het zegt ook iets. Afgelopen vrijdag hadden de 2 leerlingen, die werden allebei 16. En die hebben samen een kantinetje afgehuurd met de ouders en dergelijke.
En dan mijn vrienden uitgenodigd en dergelijke. En toen hebben ze mij dus ook uitgenodigd. Tof. Ja. Of ik daar naartoe wilde gaan. Uiteindelijk heb ik daar natuurlijk niet voor gekozen. Ik vind het zelf ook niet helemaal prettig bij. Uh-uh. Want als je docent dan... dan kom je te, wat moet je docent nou? Als je dat vertelt, denken ze, wat de fuck doet die man daar nou, weet je. Ja. Maar het zegt wel iets over de band, zeg maar, die we hebben gecreëerd met elkaar. Ja. Dus dat vind ik dan wel... En dat is wel typisch VMBO, hoor, wat Michiel ook zei. Ja. Denk ik. Ik denk dat dat is de charme ervan, ja. Ja, zij zitten meer op de relatie dan... dan het zakelijke. Ja. Mensen zoals jij zijn belangrijk op hen, wat dat betreft, voor hun. Ja, nou ja, dat hoop ik wel. Dat toch een bepaald voorbeeld, rolmodel, hoe ik het noemen wil. Precies. Of wel, niet gelijk zeggen dat ze dat thuis niet hebben of zo, hoor. Of Los daarvan. Maar ja, ik denk als je ze over 10 jaar ziet, dat ze het nog steeds wel jou herinneren. Ja, zeker. Dat ze nog steeds wel denken, oh ja, dat heeft meneer Kremers ons meegegeven. Ja. Of noemen ze je Ben. Ja. Nee, meneer Kremers inderdaad, ja. En nog steeds, als ik leerlingen van 4 jaar geleden tegenkom, is het nog steeds meneer. Ja. Dat vind ik nog steeds altijd. En ik heb liever dat ze tegen mij zeggen van hallo, of hallo, dat ze me negeren of iets dergelijks. Ja. Nou hoeft niet iedereen, hey, hoe is het, hey, hoe gaat het? Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Maar gewoon even groeten en sommigen, hey meneer, hoe gaat het met u? Of zit u nog op de Oude Maas? Of heeft u nog, nou, vind ik altijd, ben zelf ook altijd in van een praatje. En ik ben altijd nieuwsgierig hoe het met ze gaat. Zondags bij de Jumbo, bij de kassa. Op een gegeven moment moesten ze een soort van, ja meneer, ik moet nu wel echt verder, want er staan allemaal mensen in de rij, zeg maar. Ja. We moeten nu door. Dus ja, dat vind ik gewoon leuk om te kijken hoe het met die kids verder gaat. Mooi, gewoon leuk om te zien. Ja. Dus ja. Ja, tof. Heeft dat ook met vaderschap te maken of niet? Nee, dat is zo ben je gewoon als persoon, toch? Ja, denk ik. Kan het wel versterken, denk ik. Ja, het wordt wel sterker. Dat je meer achter de leerling kijkt of een thuissituatie meeneemt of überhaupt zorg voor een kind. Ja. Ik heb het maar een paar leerlingen. Ik vind alle leerlingen sweet, maar ik heb natuurlijk elk jaar wel 2-3 leerlingen waar ik me extra aan hecht, inderdaad. Precies, op iedereen. Daar geef ik dan, want ik denk nu aan een... zonder zijn naam te noemen. Ik heb een oude leerling die nu ademhalingscoach is geworden. Hij heeft ook een paar spelers van Feyenoord heeft hij begeleid. En hij begint nu nationaal best wel bekend te worden. Oké, tof. En ik kwam hem 2 jaar geleden kwam ik hem tegen bij mij in de gym. Of vorig jaar, ik weet het geen eens meer. Vorig jaar volgens mij. En hij vertelde gewoon een moment dat ik met hem had toen hij 15 jaar was. Ik kan het me helemaal niet herinneren dat ik dat tegen hem zei. Maar dat heeft hij dus als motivatie meegenomen om zijn bedrijf op te starten. En dat was een persoonlijk moment, persoonlijk gesprek. Het was een persoonlijk gesprek, het ging uit met zijn vriendinnetje en hij zat vol tranen, zat hij tegenover mij. En ik had hem toen verteld van, hij luister, verdriet schrijft, trots blijft. En het richt niet aan jou, zij heeft de keuze gemaakt. En maar dat betekent niet dat jij minder bent als persoon zijnde. Nou, dat heeft hij gewoon meegenomen in alles. Mooi, dus ook met tegenslagen voor topsporters. En hij zei van dat die uitspraak hartstikke belangrijk voor hem was. Ik kan me dat er echt niet herinneren. Superleuk om te horen. Ja, precies. Kijk, voor jou was het een van de 30 leerlingen. Dat, ja. Maar voor hem was je de leraar. Dat, ja, dat. En ik ging goed met hem om, hoor. Ik ben nog steeds trots als ik hem zie. Maar inderdaad, wat jullie zeggen. Je weet niet wat voor rol je hebt voor die kinderen. En ik denk echt wel dat het belangrijk is wat wij doen, hoor. Ja, dingen die ze herinneren, dat is niet de les. Tenzij je een hele bijzondere les geeft. Maar het is het moment dat je... persoonlijk wordt met iemand. Ja. He, persoonlijk gesprek, persoonlijk advies. Ja. Even iemand luistert. Ja. Dat zijn de dingen die ze onthouden. Ja. En hoe is het belangrijk? In jouw rol, in jouw functie die je nu hebt? Ja, kan je dat ook nog steeds hebben. Ja, natuurlijk krijg ik. Het scheelt de uitgestuurde leerlingen komen naar bij de afdelingsleider. En heel soms bij mij, maar dan nog kan je wel persoonlijk worden. En dan probeer je iemand altijd te raken. Ja. En die persoonlijke band of die een soort connectie hebben. Niet dat je gelijk vriendschappelijk met elkaar om moet gaan, maar. Ja, je hebt eerst een connectie voordat je het gesprek aangaat of voordat je de inhoud ingaat. Ja. Dat is de basis. En, tof. Ja, dat vanuit mijn rol is het eigenlijk ook, misschien is het ook door zo'n kleine school, maar ook wie je bent, denk ik. Ja, dat voelt gewoon goed en dan krijg je het meest voor elkaar. Ja. Ja. Mooi. Wel een mooi vak, hè? Ja, eigenlijk zeker. Wel. Ja. Hey, ik wil eigenlijk afsluiten met een stelling of geef je mening? Jullie mogen kiezen. Stelling. Stelling, Ed? Stelling. Oké. Stelling. Stelling. Sorry, ik sloeg je gewoon over. Ik was altijd toch al 2-1. Ja, daarom. Even kijken. Je mag ook kiezen uit 2 stellingen. Schoolboeken moeten vervangen worden door tablets. Of leerlingen mogen meebeslissen over wat ze op school leren. Welke gaan we voor? Voor nog een keer? Maar dan moet ik hem weer opzoeken. Boeken moeten vervangen worden. Schoolboeken moeten vervangen worden door tablets. Dat is de eerste. Of we kunnen kiezen van leerlingen mogen meebeslissen over wat ze op school leren. Tweede. Meebeslissen. Ed, wat zeg jij?
Ja, ik wist dat je traag van begrip was, maar... Ja, we hebben gisteren kampioensfeest gehad. Ja, daarom. Dus even... Ja, ik vind ze allebei weer interessant. Allebei ik vind stelling 1 weer interessant. Ja, stelling 1. Morgen, dan geef jij de beslissende. Tweede. De tweede. Sorry Ed, het spijt me. Mazzel. Opstappen en nu gewoon weglopen. leerlingen mogen mee beslissen over wat ze op school leren. Michiel, waarom kies jij hiervoor? Ja, ik denk dat wij, en dat bedoel ik docenten of het onderwijs, kijk, maar wij denken, laten we weten wat goed is, en de meeste weten, die zitten niet zo heel ver naast, denk ik, maar die belevingswereld van die leerlingen en die docenten liggen soms best wel ver uit elkaar. En een beetje luisteren en zeker motivatie is nu een probleem. En je ziet die wel steeds sterker teruglopen. Ja. Met gewoon normale theoretische lessen. En ik snap dat ook wel. Ik heb eens een keer gehoord dat ze in een normale les, dat ze eigenlijk maar 10-15% meekrijgen van de inhoud. Ja. Daar word je best verdrietig van. Ja, precies. Dus, ga je zo je best te doen. Ja, precies. En je hoeft niet alles leuk te maken. Maar ja, bijvoorbeeld op Rozenburg proberen we dat eigenlijk wel. Maar ja, ook leerzaam, maar ook leuk. Dus proberen het in een projectvorm te doen of wat dan ook. Maar zij weten vaak ook wat ze leuk vinden. Ja. En kunnen het soms best wel goed aangeven. Dus laat ze er lekker over meedenken. Ja. Ja. Ed? Ja, deze stelling heb ik... Ja, nou, als jij teruggaat naar jezelf, of naar je dochter. Je gaat naar school toe, je mag zelf een beetje mee beslissen. Dan kan je in jouw geval dat ik zeg, joh, ik wil voetbal op school. Nou, dat hebben wij 5 HAVO toen bij de gymles gedaan. Nou, ja. Die man die zei van, nou, jullie mogen zeggen wat we dit jaar gaan doen. Nou, prima meneer, voetbal. Ja. Alleen maar gevoetbald met de gymles. Nee, dat bedoel ik. Maar ja, ik denk dat het op zich wel prima is. Maar ik denk wel dat je wel een bepaald kader aan moet bieden. Van, nou, weet je mag, jullie mogen meebeslissen, maar wel binnen een bepaald bandbreedte. Ja. Ja, het moet geen losgeslagen bende worden. En ja, en er moeten wel bepaalde dingen, ja, gewoon noodzaak dat die erin zitten. Kijk, als ik nu kijk naar... ik heb de afgelopen maanden een stagiair fysiotherapie gehad. Mm-hmm. Vierdejaars. En ja, dan hoor ik toch best vaak de uitspraak, ja, dat hebben we op school niet gehad. Of nee, dat weet ik even niet. Of hoe komt dat dan? Ja, het wordt ook niet meer zo aangeboden. Het wordt ook niet meer zo... we moeten het nu zelf een beetje uitzoeken. Dus op zich vind ik het wel prima dat leerlingen zelf een beetje mee mogen beslissen. En het misschien een beetje voordeel mogen geven. Maar wel binnen bepaalde kaders en bepaalde dingen moeten echt plaats hebben in dat programma. Ja. Ik doe dat tot het begin van het, voordat ik bij jou kom, Marv, maar voor het begin van het schooljaar van, dan heb ik de nieuwe leerlingen. Hey, wat verwachten jullie van mij? Wat verwachten jullie van deze les? Heb je bepaalde dingen waar je aan wil werken? Nou, dat is een best wel lastige vraag, zeg maar, vooral voor onze doelgroep waar mee werken. Maar ik stel dat, wat zou je graag willen? Nou, en dan ga ik dan zelfs een beetje helpen, qua praktijk of zo. Hoe zien jullie dat voor je? Hoe zou je dat willen hebben? Dan geef ik ze het gevoel dat ze daarin mee kunnen denken. En ik neem dat dan ook daarin mee. Dat ze daar toch wel iets van kunnen vinden. En het is natuurlijk niet altijd zo. Maar wat je zegt, dat klopt wel. Wel binnen het kader. Zie je dat je wat over te zeggen hebt? Ja. Wijs man. Ja. Mooi. Ik sluit me aan bij de rest. Ja. Nee, ik had uitgekozen omdat ik dacht aan talentontwikkeling. Ja, nou dat is toch goed. Ja, toch? Ja. Dus ik denk dat de kinderen echt wel van zichzelf weten waar hun talenten liggen. En misschien voor onze doelgroep dat ze nog net iets te jong zijn om te weten wat ze laten willen. Maar vooral als ze gaan doorstuderen op mbo, hbo, denk ik echt dat als je een bepaalde richting weet welke richting je in wil gaan. En dan kan je echt wel je eigen pakketjes samenstellen, denk ik. Ja. En, doen wij voldoende op school met aan talentontwikkeling? Ja, dat heb ik al vaak gezegd. Ik vind van niet, hoor. Nee, ik vind ook van niet. Hoe is dat bij jullie op school? Doen jullie weer veel aan talentontwikkeling? Willen we heel graag, maar ja, het wordt wel steeds meer. Kijk, vroeger als ik naar mijn eigen middelbare schooltijd kijk, dan... had je volgens mij alleen gewoon de normale vakken. Ja. En dat komt nu wel meer, hè, met keuzevakken. Of met, Maar ja, we zouden heel graag bijvoorbeeld op vrijdagmiddag dat je gaat koken of muziek maken. Ja, of precies. Dat, maar je moet ook de docenten voor hebben. Ja. Tijd, dus het is vaak een docent met een hobby. En dat is ook wel lastig. Ja. Ik vind het inderdaad nog te veel gericht op de traditionele schoolse zaken. Ja. Zag je dat goed? Ja, dat toch? Heel netjes zelfs. Ja. Dus, en de... Het creatieve vind ik nog steeds echt veel ontbreken bij ons op school. Heeft het meerwaarde dan, dat creatieve? Je bedoelt het een vak als beeldende vorming of muziek of zo? Of bedoel je meer de... Ja, gewoon in meer in keuzevakken. Meer in zijn breedte. Ik denk van, bij ons op school hebben veel kinderen talent inderdaad voor muziek. Maar dat wordt totaal niet aangeboden. Maar ook in de vervolgopleiding zie je dat niet in de scholengids. Dat er een Herman Brood Academie is of wat dan ook, of een popacademie. Ook kinderen die hartstikke goed kunnen tekenen, dat
volgens mij, bij ons dan op school is CKV iets anders ingericht. Maar volgens mij kunstvakken hebben ze daar ook niet de ruimte voor om daar zichzelf verder te ontplooien. En laatst had ik ook met een collega erover, was het ook over mijn manier van functioneren in de organisatie, mijn manier van denken. Toen gaf ze echt mooi aan dat ik dat anders denk dan de gemiddelde. En ik vond het een mooi compliment, maar was het daar niet mee eens. Het was gewoon meer van dat ik voor mezelf altijd soort van vanuit een alternatieve hoek ernaar probeer te kijken. Maar ook vanuit mijn creatieve gedachten. Ja. Van we kunnen er anders naar kijken en proberen die leerlingen anders te benaderen. Want ik denk dat die kinderen inderdaad echt wel heel veel talent hebben. Maar het wordt in ons onderwijssysteem wordt het kaart weggedrukt. Omdat het heel veel gericht is op resultaten behalen. En dat vind ik altijd jammer. Dat blijf ik nog steeds jammer vinden. Heel veel winst te behalen nog wat op. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Ja. Mooi. Ja. Mooie woorden. Heren, het zit erop. We zijn al over tijd. Nou, liever de podcast dan wat anders. Hij is zo'n man, jongens. Nee, bij jou dat je dood bent. Nee, ja, daarom. Dus, we gaan afronden, joh. Nee, ik vond het wederom weer tof. Het leukste stukje vond ik eigenlijk van deze aflevering een stukje kwetsbaarheid. Van ons die we hebben laten zien als vaders zijnde. Heel open en eerlijk. Vond ik ook heel tof. Zo zie ik je eigenlijk niet zo heel veel, hè. Dus dat stoere imago wat hij heeft... Zag ik ook daar hier. Ja, uiteindelijk wel. Was nog even een kleine anekdote. Gisteren mochten we de beker, kregen de beker van de organisatie. Oh, dan natuurlijk kampioen geworden. Echt een uitreiking. En wij zeiden, oh, Ed, pak hem aan. En Ed is dan, nee, doe hem maar. Ed, kom op jongen, jij bent hier, jij regelt de shit, jij bent de shirtjes geregeld. Kom op, Ed, pak die beker aan, man. Nee, doe jij maar. Ed, ga nou gewoon die beker pakken. Ja, en dan pakte hij hem ook. En dan pakte hij hem. En een sprongetje erbij. Ja hoor. Hey, mooi jongen. Kan je zeggen dat hij opa is, maar ondertussen is hij ook gewoon nog de 20 hoor, stiekem. Maar ja, dat was wel heel tof. Hey Michiel, super nice dat je er was. Ja, ik vond het leuk om te zijn. Ja, dankjewel. Echt heel tof, dankjewel. En wie weet, tot de volgende keer weer. Ja, zou leuk zijn. Marv, dankjewel. Zoals altijd, fijn, scherp. Toch? Dankjewel. Nice. Edson, ja, we eindigen met jou. Jezus. Het laatste woord. Ja. Dus nogmaals, dankjewel lieve luisteraars voor het luisteren. Mocht je nou zoiets hebben, ik heb een vraag of ik wil iets kwijt, dan kan je ons via de socials volgen. Klasse.podcast, TikTok en op Instagram. Je kan ons ook mailen, klasse.podcast@gmail.com. Voor al uw vragen, tips en tricks. Edson. Als je zover bent? Ja, ik ben zover. Daar komt hij. We hebben het over heel veel zaken gehad, over organisatorische dingen, persoonlijke dingen, kwetsbare dingen. Maar ik denk, als we met z'n allen gewoon even gewoon maar afspreken dat we het doen zoals we denken dat we het goed doen, zoals we denken dat we het goed doen, ja, dan zijn we wel heel erg.